kroon op het lange baanseizoen is de Head of the River. 8 kilometer zo hard mogelijk roeien, bijna een half uur lang afzien. Door het bochtige parcours is dit dé wedstrijd waar de stuurlieden van het Oranjewoud eerstejaarsklassement zich kunnen onderscheiden. Een vergissing kan je 10 seconden kosten. Tijd die aan het einde van de rit misschien wel het verschil betekent tussen winst en verlies. Peter Wiersum, wat maakt sturen nou zo verschrikkelijk moeilijk? Nou ja, sturen is voor een deel een multitasken. Want je moet vooral op de Amstel heb je gewoon heel veel verschillende dingen die je moet doen in die boot. Je moet het sturen eerst onder de knie krijgen. En dat is natuurlijk vooral een 8. Het is een lange boot, het is 18 meter lang. En er zit maar zo'n klein finnetje onder. En dat moet je dan toch door deze bochten zien te krijgen. Maar daarnaast moet je er toch een beetje je ploeg weten te managen. Je moet je een raceplan uitvoeren. Je moet je ploeg op tijd bij de start krijgen. Dat is een hele dag met heel veel taken. En tenslotte misschien ook nog eens een beetje coachen of aanmoedigen. Dus ja, het is eigenlijk een combinatie van dat allemaal maakt het eigenlijk een beetje lastig. Kortom, sturen is meer dan alleen maar aan de touwtjes trekken. Je moet opletten, commando's geven, analyseren en ook nog eens foutloos bezig zijn. Op het water ben jij de baas van de ploeg. Jij bent het verlengstuk van de coaches. Die kunnen tijdens de 8 kilometer van de Head bijna niets anders doen dan aanmoedigen. Wat zeg je nou tegen zo'n stuur als hij het water op gaat? Laatste training voor de Head? Ja, eigenlijk niet zoveel, want we doen aan de lopende band eigenlijk hetzelfde. Hij weet het oproeiprogramma, ik weet dat, die roeiers weten dat. En het enige waar het op neerkomt is dat nog een keertje herhalen, zorgen dat de koppen dezelfde kant op staan. Het is geen rocket science, hè, sturen. Nee? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die stuur nog liever wil winnen dan die roeiers. Vooral bij eerstejaars en dat hij zijn vak goed verstaat. Eén iemand die zeker haar vak verstaat is Eva Hengst, die door de coaches van de eerstejaarsdames van Skull speciaal voor deze wedstrijd op de stuurplek is gezet. Hangt er ook een hele grote poster van de Amstel boven je bed, of niet? Nee, niet boven mijn bed, maar hij zit wel in mijn hoofd. Ik denk dat ik hem wel kan dromen, dus dat is het belangrijkste. Kijk, de Amstel is in tegenstelling tot andere wedstrijden niet rechtdoor, maar erg bochtig. Dus je moet heel goed parcours kennen en zorgen dat je met de kortste weg van A naar B weet te varen. Vandaag is sowieso de laatste dag trainen voor de race van morgen. Dus je kan natuurlijk niet heel veel nieuwe dingen gaan doen. Het is meer een kwestie van iedereen even op scherp krijgen. Iedereen goed gefocust voor de race van morgen. Wat laatste wedstrijdspecifieke dingetjes nog trainen. Verder als stuur heb je altijd de stuurliedenvergadering op de dag voor de wedstrijd. Dus daar ga ik zo meteen nog eventjes heen. De laatste regels doornemen. Zo even checken hoe het parcours eruit ziet. Kijken of er regels veranderd zijn. Nou, wegen moet ik zo meteen nog eventjes doen. Op de weegschaal staan. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Zorgen dat ik spullen pak voor morgen en zelf ook helemaal scherp ben. Het moeilijkste punt van de wedstrijd is de grote bocht. In de roeiwereld ook wel bekend als de hoerenbocht. Ja, het moeilijke van deze bocht is dat hij ten eerste... Het is een hele grote bocht, de hoerenbocht. Hij is gewoon 110, 120 graden. Dus dat is gewoon lastig om überhaupt een boot daar doorheen te krijgen. En hij is ook een beetje verraderlijk. Hij is blind. Je ziet natuurlijk niet, omdat je zit op het wateroppervlak, dus je ziet natuurlijk niet waar je heen moet. Met je achter uiteindelijk waar je uit moet komen. En er zitten hier wat huizen in de binnenbocht. Dus je ziet ook überhaupt niet hoe de kant vervolgens loopt. En het verraderlijke is dat hij als het ware een beetje zachtjes begint en dan ineens een knik maakt. En ik heb hier vandaag al een beetje lang gestaan. En zie heel veel ploegen die vrij strak langskomen. En dan denk ze, ik ben al te ver naar binnen. En dan zie je het roertje zie je gewoon hats recht gaan. En dan 3 halen laat je de stuur afkomen van, oh verdomme, de bot gaat toch wel weer verder. En dan wappert sterk. En dat is bij de Head, is dat echt cruciaal. Want na deze bocht komt weer een bocht aan de andere kant op. En als je deze bocht strak te pakken hebt en strak langs de kant eruit komt, dan kun je meteen de volgende bocht kun je ook meteen insnijden. Anders moet je daar een waanzinnige slinger gaan maken. En dat kost heel veel tijd. Ik denk dat je hier wel vrij veel kwijt zou kunnen raken, ja. Weet jij het geheim van de grote bocht om daar goed doorheen te komen? Ja, ik heb al heel veel Het en Heineken's gestuurd. Ik durf niet te tellen uit mijn hoofd, maar ik heb het al heel vaak gedaan. En in de meeste gevallen gaat het eigenlijk goed. Hij gaat nu sinds een paar jaar wel de andere kant op. Dus dat is wel eventjes anders dan hoe het voorheen was. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik er strak doorheen kom morgen. Oké, daar gaan we je aan houden, hè? Deal. Ga er maar staan in de bocht. Dan kan je het zien. Helaas voor Eva pakten de 8 kilometer roeien en de grote bocht niet helemaal goed uit voor Skull. De dames finishten op een teleurstellende 12e plek.
De winst ging naar het Amsterdamse Neerhuis, die met deze overwinning stijgen naar plaats 3 in het Oranjewoud eerstejaarsklassement. Daarin staat Orca bovenaan met 24 punten, gevolgd door Gias met 22 punten. In het lichte eerstejaarsveld won Orca na het eerdere succes op de winterwedstrijden. Door een mislukt optreden op de Heineken Roeivierkamp een week geleden staan ze echter tweede in het Oranjewoud eerstejaarsklassement. Leider na 3 wedstrijden is Neerhuis met 26 punten. Okeanos staat derde met 18 punten. Bij de zware heren nam het Delftse Proteas Eretes revanche voor het verlies op de eigen winterwedstrijden 3 weken geleden. Ze waren na 8 kilometer 14 seconden sneller dan de grote concurrent Orca. De Utrechters staan wel eerst in het klassement, op de voet gevolgd door Proteas. Derde, op een straatlengte achterstand, staan Neerhuis en Saurus. Voor de complete stand van het Oranjewoud eerstejaarsklassement surf je naar klassementen.knrb.nl. We'll be right back.